Het lot is Geert Arend Roerda niet gunstig gezind. Vol goede moed begint de middenvelder aan het nieuwe seizoen. Maar voor er ook maar één competitiewedstrijd is gespeeld, breekt hij een teen. Wij vragen Roerda hoe het nu met hem gaat. Op zich goed. Ik ben vorige week maandag geopereerd. En alles is goed gegaan, dus nu kunnen we weer werken aan mijn herstel. Ja, hoe gebeurde het eigenlijk? Nou, er zat al een soort van stressfactuurtje in mijn voet. En ja, op het moment op de training verstapte ik me en toen voelde ik een hele scherpe pijn in mijn voet. En nou, had ik wel het idee dat het foute boel was. Je wist gelijk dat het fout zat? Ja, ik wist wel. Deze pijn was echt te scherp om doorheen te gaan of weer verder te kunnen. En ja, toen voelde ik wel dat er wel iets mis was. Ja. Wat ging er toen door je heen? Eerst pijn natuurlijk. En toen op een gegeven moment ga je nadenken. En het is wel allemaal heel vervelend. Alleen zeker nu het begin van het seizoen natuurlijk. Ja, je bent onlangs geopereerd. Wat hebben ze precies gedaan? Ze hebben de botjes bij elkaar gezet om het te verstevigen. En zodoende is de kans kleiner dat het terugkomt. En de kans op herstel is heel groot. Ja, herstel, moet je veel rusten nu? Ja, ik heb nu een week niks gedaan bijna. En nu ga ik weer een beetje fietsen. Hoe lang ben je nu onder de pannen? Nou, dat is altijd moeilijk te zeggen met blessures. En dat moet je gewoon afwachten en kijken. Maar het gaat zeker een aantal weken duren, ja. Nou, ik hoop dat ik een week of 12 alweer fit ben. En dat is een tegenslag voor zowel Roerda als Heerenveen. Vorig seizoen liet de 23-jarige middenvelder bij Excelsior zien hoe belangrijk hij kan zijn. In 15 wedstrijden scoort hij maar liefst 9 keer. Een ongekende prestatie waarmee hij de revelatie van de tweede seizoenshelft wordt. Ik heb natuurlijk een hele mooie periode gehad. Ik kreeg daar de kans om te spelen en werd een belangrijke pion in het elftal. En dat lag me heel goed en vanuit daar kon ik heel goed renderen. En dat maakt het dus extra zuur dat je nu dan weer een blessure hebt? Ja, zeker. Ik wil het graag doorzetten en dan hier ook laten zien dat ik heel belangrijk kan zijn voor dit elftal. Alleen er is nu even een streep doorgezet, alleen die kans komt nog wel, denk ik. Nou, hoe kijk je nu naar het elftal? 1 puntje, 3 wedstrijden? Ja, de laatste 2 wedstrijden was zwak, vond ik. En zijn we te makkelijk aan de kant gezet, ook al zijn het tegen grote ploegen. Alleen je ziet wel dat we nog heel veel vertrouwen missen en heel veel automatisme nog missen. En ja, daar moeten we hard mee aan de slag. Is het lastig om toe te kijken dan? Ja, het is natuurlijk zeker. Het is altijd lastig om toe te kijken. En zeker als het niet zo goed gaat, dan is het nog veel, veel vervelender. Ja, heb je nog een persoonlijke doelstelling voor de rest van het seizoen? Nou, kijk, ik doe altijd alles in stapjes en ik wil eerst maar fit worden en dan zorgen dat ik wekelijks hier speel. En dan vanuit daar kunnen we altijd kijken of we de doelstelling een beetje bij kunnen stellen. Ik hoop dat je snel weer fit bent. Dankjewel. Ik ook.